Hallo beste Challenge Day aanwezigen. In deze video bespreken we hoe de toolskill de docent en student helpt om goed om te gaan met veranderingen binnen het curriculum. Voor de mensen die ons niet kennen, ik ben Joran van Your Next Concepts, een bedrijf uit Utrecht dat onderwijsinstellingen in Nederland en België helpt met het verbeteren van onderwijs met behulp van innovatieve software. We laten in deze video zien welke huidige problemen onze applicatie op kan lossen en welke positie wij met Skill bezetten in het applicatielandschap. Vervolgens tonen we de functionaliteit van Skill aan de hand van twee casussen. Aan de ene kant het snel en eenvoudig wijzigen van het curriculum en aan de andere kant het kunnen zoeken in de lesstof vanuit een LMS, zoals Canvas, Brightspace of Blackboard. De afgelopen maanden heeft er in onderwijsland op technologisch gebied een revolutie plaatsgevonden. De omschakeling van offline naar online onderwijs is vanwege corona op veel plekken binnen no time gerealiseerd. Iedereen heeft online colleges gegeven en toetsen georganiseerd. Hiermee is de onderwijsvorm aangepast, waardoor vaak ook de opzet van hele vakken is veranderd. Als we voorbereid willen zijn op de toekomst, is wel gebleken dat flexibiliteit in de vorm en structuur noodzakelijk is. We staan ook eigenlijk pas aan het begin van deze uitdaging, want in het komende schooljaar verwachten studenten weer optimaal onderwijs. Maar de situatie gaat niet terug naar september 2019. Maar welke content kunnen we gaan hergebruiken? Welke onderwijsvormen werken wel en welke niet? Als alle lesstof online beschikbaar komt, dan lijkt studeren op eigen tempo en in eigen tijd nog maar een kleine stap. Maar werkt dat ook voor alle vakken? Deze informatie verzamelen, inzichtelijk krijgen en daarna ook naar buiten brengen voor alle verschillende curriculumonderdelen is een flink karwei. Hoe mooi zou het zijn als het format van de curriculumonderdelen en de inhoud direct aanpasbaar is? En dat het daarna met één druk op de knop voor studenten in hun LMS en studiegids staat. Skill is een tool die dit mogelijk maakt. Het biedt ruimte om processen in te richten voor het onderwijs. Dus je kan bepalen wie wanneer de informatie voor studiegids, de informatie over de onderwijsinhoud en onderwijslogistieke informatie aan kan passen. En je bepaalt zelf wanneer je dit doorzet naar andere systemen. Skill is geen studentinformatiesysteem. Het systeem helpt een opleiding bij de transitie naar studentgericht onderwijs door de processen rondom onderwijsinhoud, onderwijsvorm en onderwijslogistiek te ondersteunen op een flexibele manier. Skill is het bronsysteem voor deze gegevens. Aan de hand van twee casussen zullen we laten zien hoe het programma ondersteunt bij de onderwijsontwikkeling. Stel, er is een pandemie gaande, waardoor je als opleiding snel moet kunnen schakelen. Dan wil je bepaalde informatie bij gaan houden van vakken die je daarvoor nog niet nodig had. Voor deze demo houden we het simpel en maken we voor een vak de volgende velden aan. Een link naar een videopresentatie, het maximaal aantal deelnemers en of een vak nu helemaal op afstand te volgen is. Hier ziet u een demo-omgeving van Skill. In het midden ziet u de inhoud van het curriculumonderdeel, in dit geval een vak. In de menubalk ziet u verschillende functionaliteiten van Skill. En daarnaast ziet u de curriculumstructuur. In principe is het mogelijk elke onderwijsstructuur vorm te geven in de applicatie, of dat nu cohort gebaseerd is of helemaal flexibel. Dit is mogelijk door de verschillende bouwblokken, genaamd types. Het is mogelijk aan een type een blok met informatie toe te voegen, zodat aan elk curriculumonderdeel van dat type, bijvoorbeeld een vak, dat blok wordt toegevoegd. In deze casus is het dus corona-informatie, maar het kunnen ook velden rondom de onderwijskwaliteit, inhoud of roosterinformatie zijn. Als het blok in een vak aangemaakt is, kan een docent of andere verantwoordelijke de informatie erin zetten. Het importeren van huidige curriculuminformatie vanuit de studiegids of Excel-documenten in Skill is uiteraard mogelijk. Met behulp van notities kunnen taken uitgezet worden voor verschillende betrokkenen, waarmee werkprocessen eenvoudig in gang gezet worden. Een e-mailnotificatie met directe link naar het juiste curriculumonderdeel zorgt voor een gestroomlijnd proces. De onderwijsinformatie wordt zo bijgehouden op één plek. Maar het inzichtelijk maken van de data is natuurlijk ook belangrijk. Het exporteren van de data kan op verschillende manieren.
In de tabelweergave is het curriculum inzichtelijk gemaakt op een manier die op Excel lijkt. Hierin is direct te zien wat er gebeurt bij het verplaatsen van een onderwijsactiviteit. In dit simpele voorbeeld verslepen we een onderwijsactiviteit naar een ander blok, waarna het aantal studiepunten van het blok aangepast wordt. Skill is de plek waar curriculumcommissies, maar ook roostermakers en learning space managers hun informatie kunnen ophalen. Iedereen kan er zeker van zijn dat de informatie up-to-date is. Een andere mogelijkheid voor het exporteren van de gegevens uit Skill zijn rapportages. Deze functionaliteit is bijvoorbeeld te gebruiken voor het maken van themaboeken, syllabussen of studiegidsbijlagen. Deze informatie wordt dan vanuit Skill geëxporteerd naar het LMS. Met behulp van rapportages zijn overzichten op elk niveau mogelijk. Bijvoorbeeld een literatuurlijst van alle vakken in blok 1 of alle leerdoelen die per vak behandeld worden in een semester. Skill zorgt voor een basispakket van informatie dat eenvoudig in te richten is. Zo zorgt de opleiding voor een gestructureerde basis waardoor flexibeler onderwijs mogelijk wordt. De informatie die in Skill staat is relevant voor verschillende werknemers van een instelling. Maar de onderwijsinhoud is natuurlijk ook voor de studenten zelf van belang. Om studenten hiertoe toegang te geven, is het mogelijk om te googlen in het curriculum. Ze blijven hierbij binnen het LMS, in dit geval Canvas, en via de LTI-koppeling zoeken ze in Skill. Ze kiezen hun startjaar, zoeken op een zoekterm en vinden direct terug waar dit onderwerp behandeld werd. Zij kunnen dan direct door naar de vakpagina in Canvas om te zien wat er bij de laatste uitvoering behandeld is. Eerder deden de studenten dit handmatig en kostte het de studenten veel zoekwerk, als ze de informatie al vonden. De integratie tussen het LMS en Skill is eenvoudig uit te breiden. Studenten kunnen dan de vakken vinden die zij nog moeten volgen, of juist de vakken die ze zelfstandig kunnen volgen, om bepaalde leerdoelen op eigen tempo in te halen. Zo geeft Skill de student de mogelijkheid zelfstandig te zoeken welke vervolgvakken hij wil doen en zo zijn of haar roadmap voor de studie te bepalen. Met Skill is het dus mogelijk om de onderwijsinhoud en onderwijsrandvoorwaarden op orde en up-to-date te houden. Zo behoudt de opleiding een georganiseerd curriculum inzichtelijk voor iedereen. We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze video nog vragen voor ons heeft. We spreken u dan graag bij de Q&A op 18 juni.